De Dragon Flag, een van de meest elegante oefeningen voor een ijzersterke core. Goedendag, Martin Kokkenier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we het hebben over de Dragon Flag, vooral bekend van de film Rocky 4 uit de jaren 80, waarbij Rocky aan het trainen is om Ivan Drago, de Russische kampioen, te gaan verslaan. Oké, genoeg over dat. Je ziet bij deze uitvoering van Stallone in de film dat zijn benen wat naar beneden hangen en dat hij niet helemaal naar beneden zakt. Dit had dus zeker wel beter gekund. Dit is de full Dragon Flag zoals die echt uitgevoerd hoort te worden. Namelijk met gestrekte benen en een posterior pelvic tilt, een naar voren gedraaid bekken en helemaal met de hakken naar de grond. Nou, en hier kun je zien wat ik met de posterior pelvic tilt bedoel. Dus een naar voren gedraaid bekken waarbij je navel dus intrekt en je buikspieren meest kunt aanspannen. En veel mensen zijn niet sterk genoeg om een posterior pelvic tilt aan te houden en die krijgen juist een anterior pelvic tilt. Dus een holle rug zoals je hier kan zien. En dit is natuurlijk niet zo heel goed voor je onderrug, omdat je niet de juiste spieren gebruikt om je rug recht te kunnen houden en dus met alle onderrugklachten van dien. Zorg er bij de core oefeningen dus altijd voor dat je een posterior pelvic tilt hebt om een optimale contractie in je buikspieren te krijgen. Oké, nou waarschijnlijk zul je niet direct in staat zijn om deze versie van de Dragon Flag uit te voeren, dus zul je moeten opbouwen. En dit kun je doen door de volgende 6 niveaus aan te houden. Voordat we beginnen met de Dragon Flag is het belangrijk om te weten dat deze beweging vanuit je heupen geïnitieerd wordt en niet vanuit je benen. Nou, hier zie je dus de foute manier en dit kan op ieder niveau die ik zo meteen laat zien voorkomen. Dat kan vanaf het begin zijn en het kan aan het eind zijn. Bij deze foute manier zie je dus dat de benen eerst wat omhoog komen, waardoor je momentum krijgt en de effectiviteit van de oefening vele malen lager maakt. Hoe weinig je je benen ook beweegt, het wordt echt een stuk makkelijker. Doe dit dus vooral niet en kijk naar het verschil in de uitvoeringen. Links zie je de foute manier en rechts zie je de goede manier. Links zie je dus dat eerst de benen wat omhoog komen en rechts zie je dat die beweging vanuit de heup geïnitieerd wordt. Oké, dit gezegd hebbende dan nu de verschillende niveaus. Niveau 1, dan gaat op de grond liggen, pak iets stevigs beet achter je, til je heup van de grond en vertrek je knieën helemaal naar je borst. Nu laat je je rustig naar beneden rollen over je rug heen en zodra je stuitje net wel, net niet de grond raakt, til je je heupen van de grond af. Beweeg hier je benen dus niet bij, zoals ik hier op de beelden laat zien. Dan niveau 2. Bij niveau 2 komen je benen wat naar voren, zoals je kan zien. Je voeten en je billen komen nu op één lijn. En tijdens de hele beweging bewegen je benen niet meer. Dus let daar goed op. Til niet eerst je knieën wat op voordat je omhoog komt. Gebeurt dit wel, dan weet je dat het net wat te zwaar is. En dan zou ik je aanraden om een niveau lager te beginnen. Als het bij de laatste 2 herhalingen gebeurt, is dat niet heel erg. Dan bouw je het gewoon goed op natuurlijk. Oké, dan niveau 3. Nu gaat 1 been gestrekt en de andere been is helemaal ingetrokken zoals je kan zien. En let op dat het gestrekte been ook daadwerkelijk helemaal gestrekt is. Het helpt dan om je tenen te pointen. Dan heb je meer spanning in je benen. Ga helemaal naar beneden. Hou die posterior pelvic tilt. Kom weer omhoog vanuit je heup. Als je boven bent, wissel je van been en zo ga je die herhalingen maken. Niveau 4 is eigenlijk bijna hetzelfde, alleen nu zet je je voet, die komt dus iets naar voren en zet je voet op je bovenbeen, zoals je hier kan zien. Zet je voet dan gewoon tegen je bovenbeen of erbovenop, zodat je altijd de plek kunt herkennen waar je je voet neer moet zetten. Ga nu weer naar beneden, even de grond aanraken met je hak en weer omhoog, wissel van been en herhaal. Bij niveau 5, zoals je hier kan zien, komt je voet weer een stukje naar voren. Zet hem nu gewoon tegen of op je knie. Ga naar beneden, kom weer omhoog vanuit je heupen. Posterior pelvic tilt houden en wissel van been als je helemaal boven bent. En nu, bij niveau 6, zie je dat ik weer een stukje naar voren kom. Nu staat mijn voet op scheenbeenhoogte. Zet hem gewoon tegen je scheenbeen aan en maak je herhaling op dezelfde manier als hiervoor. Niveau 7 is dan natuurlijk de full Dragon Flag. Zoals ik die hier dan laat zien. Train ieder niveau op naar 3 sets van 8 tot 12 herhalingen. Voor je verder gaat naar het volgende niveau. Om nog sterker te worden raad ik je aan om al deze niveaus ook isometrisch te trainen. Hier zie je hoe ik de full Dragon Flag vasthoud op ongeveer 40-45 seconden. Houd deze positie minimaal 15 seconden vast voor 3 sets en je zult steeds sterker worden. Ben je nou bij niveau
3, 4, 5 of 6. Wissel dan van been elke 4 à 5 seconden in die positie. En je ziet overigens dat voor ik begin mezelf in een goede positie zet als mijn benen omhoog zijn. Ik heb namelijk in het verleden veel nekklachten gehad en ook met deze oefening. En om dat te voorkomen raad ik je ook aan, als je het hebt, om de volgende dingen te doen. Zet je handen vlak bij elkaar, niet te ver uit elkaar. Daarnaast druk je je ellebogen zoveel mogelijk naar elkaar toe tijdens de beweging, zoals je hier ziet. En voordat ik begin maak ik mijn schouders helemaal rond, zodat ik niet plat op de grond lig, maar echt een ronde bovenrug heb. En daarmee voorkom ik dat ik nekklachten krijg in deze oefening, want je ligt toch op je nek. En ten tweede zie je natuurlijk ook dat ik iets vastpak wat helemaal vast zit. Het kan niet bewegen. Dus ga geen stoel gebruiken, ga geen tafel gebruiken. Een bed bijvoorbeeld is ook nog te licht. Zorg ervoor dat je iets gebruikt, dat je iets vastpakt achter je, wat helemaal vast zit, wat ook niet los kan komen. Anders krijg je echt ongelukken. Nou, dit was het voor nu. Mocht je vragen hebben, zet ze in de comments. En vond je deze video leuk? Geef dan een like, geef een duim en druk op die bel om geen enkele andere video meer te missen. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de Gym Houten. Tot de volgende keer.